Oh, dank u wel. Ik heb $7000 van uw auto verdiend. En nu hebben we geen auto meer. Echt? Au! Ik hoor eigenlijk zo hard deze rij. Hey, meneer Vark, u bent er ook weer. Bas, waarom ga je suiciden? Bas ziet het gewoon niet meer zitten. Waar is... Jongens, we hebben eigenlijk een soort van probleem. Oh, wat? We hebben zeg meer? Maar helemaal geen auto's. Deze rijinstructeur zal geen kinderen meer. Basje to the rescue. Ik heb een beetje een roestige auto. Ik hoop dat niemand dat erg vindt. Gaat hier de rit naar het CBR en verder? Ik heb geen idee waar deze rit heen gaat. Hey, ik heb een bekende auto gevonden. Welke heb je? De auto van Bas. Oh, hoezo? Meneer, ik stap heel even uit. Ik pak even wat doekoes. Iemand die stapt in één keer uit zijn auto, gooit al dat geld neer. Oei, geld. Waar is Bas? Ik ben hier, een moment, ik probeer eventjes iets te regelen. Ik ben mijn auto kwijt namelijk. Oh. Hey Bas, ik heb je auto gevonden. Super, ik kom erin. Kijk hier. Kan niet, dus twee personen. Oh. Nou, Jeffrey. Hou. We hebben een vierpersoonsauto nodig. Eigenlijk wel. Kom erin. Ik zie een auto, wacht even. Oh wacht, dit is geen vierpersoonsauto. Tot ziens. Beide rijden wel gewoon. Ik zag daar verder op een Jeep rijden. Bas. Ik wil hem als eerste. Oh, wat? Oh, wat? Mijn motor is afgeslagen. Kak. Nail dit. Oh, de meneer is overleden. Maakt niet uit. Nee, hij is gewoon een dutje aan het doen. Oh, de meneer die vliegt in één keer naar buiten. Oké. Dat gebeurt vaak. Ik ga even een stukje. Stap maar in. Oh, mag je instappen? Ja, je mag instappen. Ik verwijder hem wel even van de motorkap. Oh. Ah, sukkels. Stap maar in, Bas. Komt oké. Okay. Oh, trouwens, hoi. Mensen, als je nu niet wist, Bas is onze special guest. Ja, dat ben ik. Hallo. Ik ben het varken. Hij gaat misschien vaker meedoen met GTA, want hij heeft nu eindelijk ook zijn tv-monitor ding gefixt. Dus dat is super leuk. Jee. Lijkt mij dan, in ieder geval. Heel leuk. Wat zullen we gaan doen eigenlijk? Ten eerste laten we niet crashen. Dat is ook misschien een strak plan. Laten we geen rijexamens meer afleggen. Zullen we eerst even teruggaan naar het CBR? Nee, ik pak jou mee in CBR. Ja, nee, dat doen we, want dan kan ik deze auto verkopen. Nail dit. Het CBR, alleen maar economische zaken. Het CBR. Alleen gaat alleen maar om geld. En om vrachtwagens. Zie je de persoon op de map? En om vrachtwagens die in één keer links de weg op gaan en dan om gaan draaien. En dat is trouwens op... Damien, die zit nog steeds in deze sessie. Als ik me overrijd, rij me over, kun je lachen. Het kan. Doe dit. Oh. Nail dit. Ja. Wacht. Ah, wow! Dag Bas. Wil je nog met ons mee of niet? Nee, doe. Ja, kom rap. Oh. Kun je ons bijhouden? We parkeren wel even. Nou, weet je wat? Ik kom jullie later achterna, oké? Oké, dan pak ik even een hele auto. Beetje legal troubles. Wie is nou... Jeffrey, ben je serieus die auto aan... Je kan hem meenemen, kan je hem doorverkopen? Oh, wat ben je allemaal aan het doen bij mijn schoot? Maar. Ik zal het eens even gaan doen dan! Oh shit, dan ga ik hem doorverkopen! Hé, wacht, verdienen we daar niet gewoon meer aan? Nee. Of, jawel, misschien. Alle drie een auto voor de verpatsen. Ik geef ze even van de politie af zien te komen. Oh, dit is een beetje heel jammer. Oh, yes. Oh, ik ben zo sterk dat mannen... Nee, opeens politie doet. Oké, you got owned. Nope, I'm getting out of here. De politie verschijnt. Ja, bij mij ook. Ah, ja, als je deze auto hebt, kun je veel voor krijgen. Nice. Hoeveel zou ik voor een auto krijgen met nog maar 4 deuren? Oh nee, ze gaan me overrijden. Als je de kofferbak meetelt. Nee. Ligt eraan wel, hoe heet die auto? Volgens mij kun je daar wel 7000 of zo voor krijgen, dus nou nog 6000 nog wel, gok ik. Simsalabim open nu. En de auto staat in de garage. Yeah. Even kijken, wat hebben wij nu? Yeah. Hoe is de cops? Fuck. Jeeper. Jeffrey kan er naar binnen, Rijs kan er naar binnen, maar ik niet. Oh, damn. Oh shit, jongens, ik heb al 51.000. Ik ga bijna richting mijn eerste huis. Hey, deze verkoop ik voor 7.000. Oh, er staan hier ineens allemaal politieauto's en zo. Ja, ik weet van niks. Oké, nee, dan is goed. Dan ga ik hier gewoon nonchalant staan. Doen of er niks aan de hand is. Kom zo aan, jongens, ik rij hier boven.
Ik heb zeg maar 2 sterren. Ik heb misschien een politieauto gestolen. Maar misschien ook niet. Of... Ja, eigenlijk wel. Moment, ik moet ook nog doekoes vangen. Ja man, wij zijn die skere mensen. Wij verkopen die auto's. Ik ben zo terug. Ik heb 31.000 nu. Oh, ik 51. Landgenoten. 256. Landgenoten. Oh, ik moet jullie wat vertellen. Nee. Het lijkt net of ik iets aan mijn ogen heb. Yes. Jongens, ik kom heel even naar jullie toe. Oh, ik wil wel naar jullie. Heel even, maar, hè? Ja, heel eventjes hoor, en dat is zo voorbij. En dan? Ja, en dan moet ik. En dan wil ik dat jullie even iets voor me doen. Nou. Jeffrey, please. Doe me een plezier. Zeg tegen mijn vrouw en kinderen dat ik van ze hou. Oké, Wie zijn je vrouw en kinderen ook alweer? Oh, ja, ik wou dat net vragen eigenlijk. Hij is dood. Nou weten we het nooit. Had hij geld? Had hij geld? Wat? Hij had geld. Man is dood op straat. Had hij geld? Ik heb natuurlijk wel zijn geld nodig. Ik steek gewoon even YOLO over. Oh, Jeffrey. Ik ga naar het tankstation, daar staat natuurlijk mijn auto. Even kijken, staat er verderop niet een auto geparkeerd? Nee. Als ik deze auto... Oké. Okay. Zal ik gewoon mijn auto bellen, Gijs? Nee, dat is niet leuk. Hoezo? Ja. Mark? Ja? Zat hier eigenlijk wel een slot op of zo? Nee, dit is mijn auto. Nee. Wel. Oh, oeps. Ik mooie auto. Om. Bas, gaat Bas mee? Wat, waarmee? Waarheen? Dat weten we nog niet. Dat komen we altijd vanzelf achter als we gaan rijden. Ik ben net gebruikt voor de broodjes Holland. Ik heb een beetje een brillenprobleem met mijn hoofd. Oh, je had je zonnebril niet op. Ja, ik had zeg maar de verkeerde bril op. Had hij geld? Nee. Je klinkt echt als een zwerver nu. Had hij geld? Special change. Meneer, je moet zeg maar een Bas gaan ophalen. Oh, hij heeft geld. Krijgt hij nou die... Oh, die had hij al gehad uit die Jezus scène. Oh, geld. Oh, hey! Yes. Oh, hij staat hier beneden. $50. Oh, stap in, meneer. Dank je wel. Mevrouw, mijn meisje. Mijn geld! Oh. Nice. Wel, dat ging goed. Oké. Okay. En nu? Ik denk, wat we meestal doen... Nee. Ik heb eigenlijk geen idee wat we meestal doen. Ik vind dat we de volgende keer met z'n allen een trucker avontuur moeten gaan houden. Vind ik ook. Waarom sta je er helemaal geen missies meer op? Oh, wacht, laat maar. Ik ben gewoon... Blind? I go derp soms. Okay. Oh. Een truckeravontuur? Hoor ik dat nou? Een truckeravontuur? Wat? Ik ben gewoon even niet aan het opletten. Truckeravontuur? Iemand? Nee. Oh, laat maar dan. Doei. Ik stel voor dat we misschien gaan parachute springen. Vind ik ook. Gaan we doen. Kijk hier, Bas is tenminste gemotiveerd. Oh, ik heb nog geen parachute geunlocked. Ik ook niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit, we gaan parachute springen doen. Zonder parachute. Oh, ik kan ook geen missie doen, want die heb ik allemaal... Oh man, dit is een beetje heel teleurstellend. Zijn jullie klaar voor de grootste stunt van jullie leven? Wacht even. Oh, die zit niet in deze bocht. Laat maar. Zijn jullie nu klaar voor de grootste stunt van jullie leven? Oh, moment. Wat is dit dan? Nee, die komt nog. Oh, oké. Okay, ik ga niet verklappen waar die zit. Komt u! Oh, Damston! En blijkbaar heb ik net 21 minuten van mijn opname verpest. Nice, maar ik ben nog. Oh, ik heb. Oh, waarom hebben wij Martin ding nog niet? We gaan Gerald wel bellen. Hey, we kunnen toch niet met z'n allen in de bus. Zijn jullie klaar voor die grootste stunt van jullie leven? Nee! Kunnen wij dat. Nee! Bas. Waarom springt iedereen eruit? Wacht eventjes, ik heb een kleine vraag. Waarom kwam er elektriciteitsvonken van me af toen ik op de rotsen landde? Jij bent heet. Statisch geladen. Nou mensen, oh shit, ik heb nog best veel missies. Zullen we een missie van Gerald gaan doen? Yo, is goed. En onderweg. Gerald. We rennen met al de motor over hem heen. Oh, ter info mensen, we gaan hem op hard doen. Want wij zijn hardcore. Even kijken, wij moeten de Astalal, de Disco Smurf en de Jeffke. Wat gebeurt hier? Jongens, ik heb jullie allemaal uitgenodigd voor... Pressure. Dit.
Peer pressure? Under pressure! Ding, 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 ding. Brassure! Oké, we kunnen beginnen, jongens. We spelen het op hard, dus let op. Waarop? Gewoon op je leven. Ja, thanks. Ik mocht geen super light armor kopen. Thanks. Dude, heb je het niet nodig? Je hebt je voorkas, zeg maar. Still the math. Ik loop gewoon echt. Het eerste wat ik doe is tegen een boom aanlopen. Oh. Dus niet te geloven. Is het jouw vier persoons? Ja. Oh, hey. Ja, maar Jeffrey rijdt, dat verontrust mij. Ja, mij ook eigenlijk. Als iemand even een waypoint kan zetten. Dit is heel jammer. Wacht even. Oh, mijn headset is leeg. Nee. Nee, je hebt geen headset op. Niemand meer. Kan iemand even mij even een waypoint zetten? Alsjeblieft. Is wat gebeurd. Je hebt geen headset op, Guys. Maar. Zijn oren zijn. Hallo, hallo. Zeg eens iets, mensen. Hey, Guys. Oh, wat? Hey, psst. Sst, niks zeggen. Sst. Hey, oh, jullie leven weer, om. Ja, hoi. Leven wij, hoi. Ermagut. Hier is. Oh! Ik kan wel een beetje rijden, hè? Hey jongens, wat is dit gezellig? Ja! Ja. Cross-instructeur Jeffrey zitten wij dus. Oh, oh man, dit is zo. Cross-instructeur Jeffrey zitten wij. Boom, boom, boom. Ik vind dit enger dan de missie zelf. Nou, zo erg is het nou ook weer niet, Mark. Wie zegt dat? Ik ben banger dat ik hier dood ga dan bij de missie zelf, die op hard staat. Zeg maar. Nou, nice. Nou, wacht, nee, dit is die piermissie, hè? Oeps. 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 Uh-oh. Hier, ik kan mijn gun uit de auto houden. Auw! Oh, no. Tot zover de ritje. Hey, ik heb hem stil. Wel geen mis. Er is maar één achterlamp kapot. Ah, dat is mooi. Een andere werkt nog, dus daar krijg ik nog net geen boete op. Eigenlijk wel in het echt, maar daar maak ik helemaal geen zak uit, want dit is niet echt. Dit is gewoon zand. Ja. Oh, dat is de mooiste motor in de game. No. No. Nu rolt er zo'n emotioneel traantje. Oh my god, they killed the motor. Oh. En crash in 3, 2, 1. Ja. Jongens, zal ik gewoon met die auto door onder die P-door crashen? Nee. Ben jij aan het rijden? Ja. Oh shit. Waarom denk je dat ik zo bang ben? Ik had dit eigenlijk nog niet door. Nu pas realiseer ik me dit. Jill. Jongens, ik stap uit. Zal ik hem met mijn auto erheen komen? Niet schieten, jongens. Niet schieten. Ik ben er staan. En zal ik YOLO doen? Nee, niet doen. Oké, Jeffrey. We hebben één team live. Voordat je het weet. Oh, man. Dit is nog best moeilijk. Aangezien mijn gun bijna out of ammo is. Ik heb al een paar mensen dood, man. Ik ga ervoor. Oh, weer iemand. Geen bedekking. Yo. En weer iemand. En... Ik heb 4 kogels voor mijn shotgun. Nice, ik heb geen shotgun. Ik heb wel een shotgun. Die moet ik nog allemaal kopen. Nice. Oh shit, iedereen is dood. We can well. That escalated quickly. Nailed it. Waar is de... Oké. Nou jongens, stap maar in zou ik zeggen. Welkom. Waar ben je? Oh, daar. Hey! Ik stap in. Hebben we gewoon allemaal een aparte auto? Dat is ook vernieuwend. Wie is dat? Wie beeld is shitty? Yo, rijden. Goed zo, Gijs. En dan zeggen ze wat over mij. Oké, ik ga slapen. Gijs, vertrouw ik achter het stuur. Waarom mij niet? Hè, Mark? Frek, omdat het jou ook een half uur duurt om op een dak te landen. Dat is iets anders dan met een auto rijden. Ga je links meteen, niet helemaal omrijden. Die moet ik doen. Ja, goed zo. 5 punten op het rijexamen. Ja, goed geparkeerd. Oh, nice. Sokken, 5 paar, 4,5 euro stond er. Dat is niet veel. Dat klinkt wel echt als een heel mooi koopje trouwens. Ik ga morgen naar de Action om ze te halen, Bas. Ja, is goed. Ik weet het wel toevallig. Wat leuk. Daarom. Turing 5, Tug, jongens. Nieuwe locks. Crew challenges. Oh. Nou jongens, ik ga rank up in de crew. Ik voel me helemaal speciaal. Oh, nou ben je ergens nog een babykat.
Nu die heb ik hier aangepast. Dank je wel. Mooi. Een babykat. Een babykat! Oh shit. Oh, dat was bijna in een andere auto. Ja, inderdaad. Dit gaat veel sneller, let op. Woep. Niet in de benzinepomp rijden, hè? Nee, oh, dit gaat ook sneller. Dat gaat meestal niet goed, namelijk. Nee, dit jongens, gaat zeg maar niet. Oh. Dit gaat hartstikke goed. Oh, kijk, zwart. Perfect. Hoppa! Hey! Hey, jongens. Wat? Gijs, de verkeerde kant. Verkeerde. Nee, ik draai hem gewoon helemaal perfect. Oh. Ja, Gijs was een pilaar. Mag jij wat zeggen? Nou. Nee. Physics! Oh, GTA. Zo silly. Wij gaan met 3 km/u en we schieten licht in. En dan landen we ook nog ergens op een kraan. Doodnormaal. Niemand heeft een ongeluk. Nope, het is allemaal normaal. Jij hebt een bloedneus. Hey, Gerald. Oh, kut. Zo. Gerald. Oeps. Dat was Gerald. Leuk. Oh, hij is een beetje boos. Hoi, Gerald. Doei, Gerald. How you doing? Oh, hi. Daar ben ik, die er hard staat. Of niet? Komt hij aan met zijn coke? Of is dat Jeff? Hoi, niet zo tegen mij praten. Gerald is altijd zo boos. En nooit dat hij zo... Ja. Hé, jongens, bedankt, man. Ja. Jullie hebben voor mij een job geregeld. Ik betaal jullie geld, hè. Anders moest ik dit soort dingen doen. Nee, je hebt mijn avondse snack geregeld. En is er van... Ja, gewoon je bek houden. Wat? Ja. Shut up. Bedankt, Gerald. Word of you. Gerald gaat dat met zelf doen. Fuck you. Ja. Get your own damn crack. Oh, mensen, zullen wij eens een einde ervan maken? Is goed. Hoezo Rijf. Hebben Bas en Jeffrey meer verdiend dan ons? Ja. Skills. Och. Pure racisme noem ik dit. Ja. Yep. Mensen, wij bedanken jullie hartelijk voor het kijken. Als je het leuk vond, vergeet dan niet te abonneren. En dan zien we jullie later. Game over. Round 1. Fight. Get ready for the next battle.